Welkom. Mijn naam is Boris, baas van de PhoneLab. Wij repareren smartphones en tablets en ik ga jullie laten zien waar het allemaal is begonnen. Ik ben hier eigenlijk begonnen aan het tafeltje. Ik was op een gegeven moment een avondje stappen met vrienden van me. Klein biertje gedronken. Vervolgens was mijn telefoon stuk. Zodoende had ik een groen iPhone 4 scherm gekocht. En die ben ik toen eigenlijk hier aan deze tafel ben ik die gaan repareren. En wat wel heel erg leuk was aan die groene iPhone 4 is dat het heel erg opviel. Dus heel veel mensen kwamen naar me toe en die zeiden eigenlijk van hey, wat heb jij met je iPhone gedaan? Toen zat ik eigenlijk bij mezelf na te denken van hey, het is wel een goeie om dat ook voor andere mensen te gaan repareren. Dus toen ben ik allerlei schermen gaan inkopen, het groen en het rood, roze, oranje. En die ben ik toen eigenlijk allemaal voor mensen gaan vervangen. Wees nooit bang om iets te proberen. Ik startte met YouTube, een schroevendraaier en een iPhone scherm. Dus eigenlijk omdat de mensen een beetje een soort van verwachting hadden dat ze ook echt in een winkel terecht zouden komen. Wat niet helemaal waar was, lieten we dan mijn compagnon heen en weer lopen naar beneden om de klanten in ontvangst te nemen beneden aan de trap. Ja, voor al het repareren van die iPhones moest natuurlijk ook wel wat administratie gedaan worden. Daarom neem ik jullie nu mee naar boven, naar mijn kantoortje. Welkom op mijn slaapkamer. Op een gegeven moment kwamen er zoveel klanten hier bij mij thuis, dat mijn eigen huisgenoten op een gegeven moment zelf er helemaal gek van werden. Toen op een gegeven moment dacht ik, oké, dit kan echt niet meer. Ik moet nu gaan zoeken naar een ander filiaal. En toen vonden we een leuk plekje en toen zijn we eigenlijk gewoon gaan starten met een winkel. En inmiddels hebben we nu 5 winkels met de PhoneLab. Dus dat is echt super gaaf. Iedere ochtend als ik wakker word, sla ik even mijn laptop open, pak je kwark bij. En dan ga ik eens even kijken wat we allemaal verdiend hebben in ieder filiaal. Want het is natuurlijk super belangrijk om te weten hoeveel geld je nou eigenlijk hebt verdiend. Om ook te kunnen kijken of het allemaal goed gaat in iedere winkel. Nou, op een gegeven moment. In de stad is een auto niet erg handig. Daarom heb ik een elektrische fiets. Welkom, dit is hem dan. De flagship store van de PhoneLab. Oh, leuk. Bij de PhoneLab kom je binnen in een echt laboratorium. Daarom hebben ook al onze medewerkers een witte labjas aan. Zodat alle klanten die bij ons binnenkomen ook echt denken van hey, deze tent die straalt vertrouwen uit. We hebben eigenlijk in iedere winkel één grote lange balie, een open keuken, zodat alle klanten mee kunnen kijken met de reparaties. Nou, hier beginnen we bij de microscoop. Dit is een warmteplaat. Hier hebben we een heatgun. Een stukken iPhone. Dit zijn schroevendraaiers. Ook belangrijk, een pinapparaat. Als eigen baas moet je in ieder geval nooit bang zijn om te bellen. Soms komt het ook voor dat we een telefoon niet meer kunnen repareren. Daarom bieden wij ook de refurbished telefoons aan. Voor de echte onhandige mensen bieden we hier ook accessoires aan. Veel voorkomend probleem. Een barst in je iPhone-scherm. Even kijken of ik het nog kan. Wachten. Actie. Dat doen we wel even. Klaar. Binnen de tijd. Wat verdien je nou als eigen baas? In eerste instantie verdiende ik niet zoveel en moest ik vooral voor investeren in het bedrijf. Nu krijg ik een mooi directeursalaris en heb ik recent een huis gekocht en heb ik de allernieuwste iPhone. Thanks dat jullie er waren. Ik hoop dat jullie een goede inkijk hebben gehad van het eigen baas zijn. Maar nu moeten jullie wegwezen, want ik moet nog 100 iPhones inkopen.